Nou heb je ook een heel belangrijk motto in je leven. Namelijk, jouw leven is je familie. Ja, dat klopt. Maar ik denk niet dat het alleen bij mij is. Maar ja, mijn gezin en de directe familie om me heen is voor mij wel het allerbelangrijkste. Wat maakt jouw gezin zo belangrijk? Ja, weet je, dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je doet. En of je nou wel succes hebt of niet, thuis ben je altijd welkom. En thuis is er altijd liefde en thuis is er altijd warmte. En ja, alles komt en alles gaat, behalve dat. Dat is iets waar je je hele leven bij hebt. Als ik vandaag heb ik een paar optredens en als ik dan vanavond thuis kom, dan kom ik gewoon tot rust. En dan voel ik mij lekker. Dat is toch jouw plek en dat is het belangrijkste in het leven? Ja, zeker. Het allerbelangrijkste in mijn leven. Ja, ik heb eigenlijk de hele zomer gewerkt. Dus ik heb heel veel optredens gehad. En ik heb ook in mijn tattoo shop heb ik heel veel klanten gehad. Dus wij gaan eind september ga ik met televisie reizen naar Spanje, een fanreis. En dan gaan we daar lekker uitrusten. Maar dan heb je een boel gewerkt. Maar dan hoor ik dat gezin hoor ik daar niet in terugkomen, terwijl dat zo belangrijk is. Ja, nee, maar ik ben zeker elke dag thuis. Maar tijdens de optredens, ja, dat is waar wij van moeten leven. Dus dat accepteren ze wel. En daarom gaan we in september ook lekker met z'n allen weg. Maar ja, dat is ook meteen met een soort van fanreis waarbij heel veel fans meegaan. Ja, maar fans zijn ook een soort van familie. Dat wordt wel een hele grote familie nu, heb ik gehad. Ja, maar ik ben een familieman, dus dat maakt niks uit. En een gezelligheidsdier. Ja, en een gezelligheidsman. Ik hou wel van een grapje op z'n tijd.